4:45, onze laatste nieuwsuitzending. Een gespannen sfeer tijdens de verkiezingen in Peru. Leger en politie beheersen daar het straatbeeld. Guerrilla-groepen hebben een bloedige boycottcampagne aangekondigd. En dat zijn geen aantrekkelijke omstandigheden voor de kiezers die een eind willen maken aan de crisis in het land. Meer dan 8 miljoen Peruanen moeten uitmaken hoe het parlement wordt samengesteld en wie de nieuwe president wordt. Duidelijk is al dat de huidige conservatieve regering het veld zal moeten ruimen. De bevolking geeft haar de schuld van de slechte economische omstandigheden en zal nu zorgen voor een verschuiving naar links, zo geven tenminste de opiniepeilingen aan. Naast de economische crisis wordt Peru al jaren geconfronteerd met de strijd tussen linkse guerrilla-strijders en het leger. De guerrilla-groepen hebben opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen en proberen die zoveel mogelijk te saboteren. Meer dan 100.000 man leger en politie zijn ingezet om stemlokalen en strategische punten te bewaken. In de hoofdstad Lima zijn zelfs tanks op straat verschenen. In de Israëlische regering is een conflict ontstaan tussen de socialistische partij van premier Peres en de ministers van het rechtse Likud-blok onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken Shamir. De minister zonder portefeuille Etzer Weitman, een vertrouweling van premier Peres, kreeg van het kabinet nog geen verlof om een bijzonder bezoek te gaan brengen aan Egypte. Met 10-9 stemmen werd besloten morgen nog eens een extra vergadering te gaan wijden aan dit bezoek. En dat besluit wordt gezien als een waarschuwing aan premier Peres dat hij in zijn toenaderingspogingen tot Egypte rekening zal moeten houden met dat rechtse Likud-blok. Extra spanning was er dit weekende rond de Gouden Tempel van de Sikhs in de Indiaanse deelstaat Punjab. Vanwege twee bijzondere herdenkingen waren hier veel pelgrims bijeen en de Indiaanse regering was bang voor incidenten. Die zouden het einde kunnen betekenen van de voorzichtige verzoeningspolitiek die premier Gandhi met enig succes is gaan voeren tegenover de Sikhs. Terwijl pelgrims hun rituele bad namen in het water bij de tempel, hield een grote troepenmacht de situatie scherp in het oog. Het bleef eerst rustig, maar later zouden de soldaten een aantal jongelui arresteren die leuzen riepen voor de extremistische Sikh-leider die destijds bij de bestorming van de tempel was gedood. Maar het grootste deel van de religieuze plechtigheden verliep zonder incidenten. En terwijl die aan de gang waren, onderstreepte premier Gandhi zijn wil tot verzoening door opnieuw een aantal Sikh-gevangenen vrij te laten. Morgen beginnen in ons land bij zeker 16 metaalbedrijven stakingen van minimaal 24 uur. De inzet, de eis van de bonden tot invoering van een 36-uurige werkweek. De industriebonden hebben al aangekondigd dat in de komende 3 weken bij zeker 200 metaalbedrijven 24-uur stakingen zullen worden gehouden. En dan het nieuwsoverzicht. Zuid-Afrika heeft opnieuw een bloedig weekeinde achter de rug. In de Kaapprovincie vielen zeker 7 doden en werden tientallen mensen gewond. 4 jonge zwarten werden gedood door zwarte politieagenten, wier huizen werd aangevallen door een woedende menigte. De volkswoede gaat zich meer en meer richten op zwarte politiemensen en op zwarte bestuursambtenaren die van collaboratie worden beschuldigd met het blanke bewind. In Madrid zijn vanmorgen de lijken vrijgegeven voor begrafenis van de 18 Spanjaarden die zijn gedood bij de ontploffing vrijdagavond in het restaurant El Descanso. Vandaag ook maakte de Spaanse regering bekend dat het een bomaanslag is geweest, vermoedelijk door de Sjiïtische terreurgroep Heilige Oorlog. De aanslag zou bedoeld zijn geweest tegen de tiental Amerikanen die in het restaurant zaten te eten. Tot op de laatste dag topdrukte voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Eindeloze rijen van kunstgeïnteresseerden die